16 juli met het glorieuze feest van Pasen, de verrijzenis van onze Heer Jezus Christus. Het is de vreugde van al wat onze vreugde is. En dit feest van al onze feesten. De verrijzenis van de Heer in het christelijk leven is niet alleen een historische gebeurtenis, maar het is uiterlijk, maar het is een feestelijke gelegenheid die wij op verschillende uiterlijke manieren vieren. Nog is het slechts een voorbijgaande dag. De verrijzenis is de hoeksteen van Gods reddingsplan voor ons, dat onze hier Christus op het hout van het kruis voltooid heeft. Verrijzenis is de focus van onze geloof. Het is ook voltooiing van de vergeving van de hele mensheid. Laten wij in het geheel onze hart juichen en roepen Christus Anisti Elisos Anisti. Samen, hè? Christus Anisti Elisos Anisti. Kulisana Muntotai. Christus Anisti. Salam. Kona. Christus den Samutan. Aserode Satan. Salam. Kona. Christus den Samutan. Aserode Satan. Salam. Kona. Het heet Hormedrelli te Gepper Vasca. Dit liedje gaat over het paasfeest en over de vreugde en blijheid die er ontstond nadat Jezus werd gekruisigd. Thank you.
Zijn hoogwaardige excellenties, zeer eerwaarde vaders en moeders en geliefde aanwezigen. Allereerst willen wij onze diepe dank uiten voor deze uitnodiging, die we met grote liefde hebben aangenomen. Bedankt voor de mogelijkheid dat we vandaag als een grote christelijke familie samen kunnen bieden. Voor deze gelegenheid zal ons koor het lied Christus is in ons midden geopenbaar zingen. Christus is in onze midden geopenbaard. Hij die God is, heeft hier plaatsgenomen. De stem van vrede heeft geklonken. Het bevel om elkaar de heilige groot te geven is uitgevaardigd. Deze kerk is nieuw één ziel geworden. We zullen ook een looflied zingen als teken van onze liefde, dankbaarheid en de verheerlijking van onze Heer Jezus Christus. Christus is geofferd en onder ons verdeeld. Halleluja. Zijn lichaam geeft hij ons tot spijt en hij komt op ons als dauw met zijn heilige bloed. Nader tot de Heer en ontvang het licht. Proef en smaak hoe zoet de Heer is. Prijs de Heer in de hemel. Prijs hem in de hoogte. Prijs hem als zijn engelen. Prijs hem als zijn heerscharen. Wederom danken wij u dat we konden deelnemen aan dit evenement. Wij bieden dat de zegening van onze Heer, onze heilige kerken in deze broederlijke sfeer blijven samenwerken. Dat onze kerken met gezamenlijke kracht een Gods zegen als een lichttoren dienen die alle kinderen van God naar de verlossing roept en richt God leiden. Glorie aan God, nu en altijd en tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. Jezus is verrezen, hij is waarlijk verrezen. Thank you.
Orthodoxe Kerk in Nederland, aanwezige priesters, monniken en jullie alle broeders en zusters, namens de Syrische Orthodoxe Kerk en onze koor heet ik jullie allemaal van harte welkom. Wij zullen beginnen met het Onze Lieve Vader gebed. Thank you.
Zomaar een boel, los en onder.
Christus ten Saan Mutan, Azerola Satan, Azerola Satan, Christus ten Saan Mutan, Azerola Satan, Salam, Konen. Welkom iedereen, fijn dat jullie er aan zijn. Wij zijn van de Eritrese Orthodoxe Kerk van uit Vlaardingen en Amersfoort. En wij zijn vereend door die uitnodiging. We hebben ons altijd ook verbonden met alle Oriëntalse Orthodoxe Kerken. En daar zijn we God heel dankbaar voor. En zoals jullie weten zit onze patriarch in Eritrea ook gevangen. En wij bidden voor hem. En wij weten ook dat jullie alle met ons meebidden. Daarnaast bidden we ook God voor Gods genade over de Eritrese Orthodoxe Kerk. Omdat onze kerk best veel obstakels heeft gekend. Dit doet ons ook wel pijn om te zien, maar we weten dat we niet alleen zijn en dat we gesteund worden door jullie allen. We hebben daarom drie liederen voorbereid en dat gaan we samen zingen. Het eerste lied. Het eerste lied gaat over de opstanding van onze Heer God Jezus Christus. En hier bieden wij dat hij is echt werkelijk opgestaan uit de dood. Hij is met ons opgestaan en dat willen we samen met jullie. Het tweede lied gaat over de moeder van Jezus, Maria. En hier zingen we dat ze niet alleen de moeder van Jezus is, maar dat ze ook een moeder is voor ons allen en dat ze bij ons is. Jesus, Maria,
23. En dat is voor de Eritrese mensen, Eritrese kerk, betekent ook best veel. Omdat wij allen zijn ons land ontvlucht door bepaalde redenen. En we weten dat God waar we ook heen gaan, waar we zitten, in Nederland of in een ander land, maakt niet uit. Maar we weten en geloven dat God altijd bij ons is. En dat hij ook zeker altijd ons blijft beschermen. Dat gaan we samen met z'n allen zien. Manuel.
opzichte van elk ander. Yeah.
Dan vraag ik u nu allen om op te staan voor het laatste gezamenlijke lied. Jezus is verrezen, hij is waarlijk verrezen. Christus Sanisti, Aliso Sanisti. Uit het evangelie van Sint Matthäus, zijn zegen zijn met ons. Doch de engel antwoordde en zeide tot de vrouwen: wees gij niet bevreesd, want ik weet dat u Jezus zoekt, de gekruisigde. Hij is hier niet, hij is opgewekt. Opgewekt. Komt en ziet de plaats waar hij gelegen heeft. Hij gaat terstond op weg naar zijn discipelen en zegt: hij is opgewekt uit de dood. En zie, hij gaat ervoor naar Galilea. En daar zult gij hem zien. Zie, ik heb het u